Het zwemfeest ligt in het verlengde van het WK zwemmen voor gehandicapten. Vandaag konden kinderen tussen de 7 en 15 jaar genieten van spelletjes in het water. Hoe ging het? Goed! Ja. En wat ga je nog meer doen vanmiddag? Ik denk dat ik vanmiddag ook die dingen moet doen. Ik denk dat ik vanmiddag alles hier moet doen. En hoe spannend vond je het net, die sprong? Heel spannend! Dat was echt leuk! Zelfs met een gebroken been werd het water getrotseerd. Een gebroken. En normaal, als je niet gebroken hebt, zwem je dan vaak? Alleen maar met school zwemmen. Topzwemster Inge de Bruin begeleidde de kinderen bij de spelletjes en zorgde ervoor dat het zwemfeest in goede banen liep. Nou, ik hoef het niet in mijn eentje te doen. Dus daar lopen heel veel vrijwilligers rond. En het initiatief is van de KNZB, de Zwembond en de Cruijff Foundation. En het is de bedoeling om die kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. En de gehandicapte kinderen die konden vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje meenemen. En ja, het zou leuk zijn dat ze het zo ervaren, dat ze het zo'n leuke dag hebben gehad, die gehandicapte kinderen. Dat ze zich ook aansluiten bij een vereniging voor gehandicapte zwemmers. En ga je voor de spelletjes zelf ook nog het water in? Dat willen ze wel, geloof ik. Dat is wel de vraag geweest. Ik heb mijn bab ook bij me, dus wie weet. Kinderen konden niet alleen kennis maken met de zwemsport. Ook de duikvereniging was aanwezig om de kinderen mee in het diepe te nemen. In principe kan iedereen leren duiken. Wat voor beperking dat ze ook hebben. Want deze kinderen hier, die hier vandaag zijn, 80 stuks. Allemaal geschikt om te gaan duiken? Ik denk over het algemeen, van die 80 stuks waar je zegt, dat er 90% het duiken kan leren, ja. Want hoe populair is de duiksport onder gehandicapte mensen? Vrij populair, moet ik zeggen. We draaien in Eindhoven, we draaien in Deurne, in Heusen draaien we. En daar zijn voldoende mensen die het allemaal willen leren, ja. Kinderen zwommen nog de hele middag in het Pieter van de Hogeband zwemstadion in Eindhoven. Daar wordt de komende dagen nog meer gezwommen. Gehandicapte topsporters uit meer dan 50 landen leveren nog tot en met zondag hun prestaties.